Amen, jongens. What's up, Mr. Tetso? Dankjewel voor die follow. Nu top 5. Ja, deze introducties zijn cool. Die zijn cool. Jawel, over 2 weken loopt iedereen met Messi en zo. Ah, je moet er niet aan denken. Oké, nu ga ik een plek zetten. Alright, ik We gaan... Observatory? Oh, nee. Nee, hier. Wat? Ik kan dat dus niet op mijn map zien, hè, waar jij... Nee, het is heel kut. Het is echt heel kut. We moeten wel ver, hoor. Je moet heel ver, dus gelijk je parachute dan. Yep. Raar dat ik dat niet op mijn... Ah, jawel. Nee, ja, het is gewoon heel slecht gedaan, die ping shit, man. Ik ga dat zo even bij mijn accessibility. Kun je dat aanpassen, volgens mij. Kun je nog even vragen over welke game polish het had met El Barbe bij de Premium Party? Bij deze? Polish? Over welke game had je het met El Barbe bij de Premium Party? Ik zal het even typen. Oh, daar had je het net ook over. Ja, ja, ja. Ik zweer, dat is echt, jongens. Oh, oh. Als de community een game zoekt. Een foxhole. Ik dacht. Het is een foxhole. Een V-A-U-X. Het is een MMO van bovenaf. Tweede Wereldoorlog. Insane. In fucking sane. Van bovenaf? Ja. Wat betekent dat? Ja, isometrische blik. Oh, oké. Okay. Ja. Er landen hier al. En dan is het MMO? Ja. Het is zeg maar een grote server met een oorlog die blijft doorgaan. Soms kan die oorlog in 2 weken klaar zijn, soms een maand. Het is een 80-jarige oorlog ongeveer. Nou echt hoor, maar het is echt insane goed sommige mensen. Oké. Okay. Nou daar gaan we jongens. Maar El Barba had de game al gerefund, dat zei al, dit gaat fout anders. Marvel Snap, jongens. Ik weet niet wie hier ook allemaal in de chat Marvel Snap spelen. Ik speelde het even, maar ik zag toen mensen met... ik ben level 2150. Daar moet je scheid aan hebben, man. Ik speel het heel rustig op mijn eigen tempo. Ik vind wel lekker dat je gewoon lekker 3 tot 5 minuutjes heb je een lekker potje. Maar oprecht, dude. Ze moeten Marvel Snap uitbrengen als echte fucking trader card game. Ik zou die shit kopen. En dan gaan we gewoon tijdens de zuipavond. Dan kunnen we gewoon allemaal een potje Snap spelen. Weet je wat we ook nog een keer moeten doen met z'n allen? Ze hebben gewoon Uno. Uno is geweldig, dude. Dat wordt echt gewoon vriendschappen gewoon kapot. Dus we hebben één keertje op de redactie Uno gedaan. Toen was zeg maar de dochtertje van mijn ex. Die was met mij mee naar Nederland. En mijn ex kwam dan een week later. Dus ik had haar meegenomen naar kantoor. En wij speelden altijd in Amerika. Speelden we echt heel veel Uno met elkaar. En die hadden we ook meegenomen op kantoor. En zij... Dude, ze nakte iedereen met fucking Uno, man. Echt niet normaal. Echt super funny. Ja, want die shit kan zo hard zijn. Ja, Uno was altijd nice, man. Maar het is simpel. Ja. En je kan elkaar naaien. Doe me denken aan jokeren. Ja, maar ik wou zeggen, maar ja, het is letterlijk dat. Maar iedereen snapt die game ook. En als je het nog nooit gespeeld hebt... Daarom, elke Mogol kan het spelen. Je legt het kleurtje op kleurtje, getalletje op getalletje en de rest wijst zichzelf in principe. Yo, hier ligt veel shit, man. Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your attack map. Exploded kittens, dat is ook heel leuk inderdaad, ja. Leuk. Ja, ik moet zeggen, die kot, €80, je hebt natuurlijk wel een campaign erbij. En je weet dat die multiplayer wel het hele jaar super dope gaat worden. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb een view ook een beetje tegen, hoor. Ik moet spelen van mijn... Hier ligt nog een vest. Ik weet niet wie het nodig heeft, maar... Ik dat is geen vest. Dat is een backpack, sorry. Oh, man. Die heb ik ook wel, hoor. Nou, die ligt hier. Die heb ik voor je getagd. Ik heb wel monies, hoor. Ik heb monies. Hier, pap. Het is wel chill als je naar zo'n rustige plek gaat, hè? Ik kan zo lekker chill looten. Wat doe jij dan? Ik? Ja?
Ik zie in één keer een ploffing in jouw gebouw. Ik probeer hem op te blazen, maar dat lukte niet. Ik hoor een ding op het dak, denk ik. Ja, er werd wel iets opgeblazen. Ja, er is hier een kluis. Ik probeer hem open te maken, maar ik weet niet hoe. Oh, je moet die drill erop zetten. Een wat? Een drill. Ja, een boor. Oh, zo'n drill erin. Ja. Die ook, die granaatje die je ook tegen de muur kan gooien? Nee, je hebt echt een boor. Oh, oké, okay. Die heb ik nog niet gezien dan. Een boor. Oh. Hey, Buster. Hey. Hey, Buster. Ja. En is die middelbare school wat voor je, of? Leuke juffrouw. Man, wat een informatie allemaal. Maar wel leuke juffrouw allemaal, dat is wel belangrijk. Ja, dat toch wel? Ja, dat is wel belangrijk hoor. Ja. Moet toch een aantal jaar doorbrengen. Oh, ik kan me nog herinneren, het was de juffrouw van CKV. Wacht even, we lopen nu heel erg ik weet niet meer hoe ze heet. Het enige wat ik me nog kan herinneren is dat ze zulke grote jopen had. Dat was echt niet meer. Wow! Wat? Ik zeg me goed, voel me lopen uit elkaar. Kom eraan. Aan de rechterkant. Hij is cracked. Oh nee, vanaf de andere kant. Oei. Ja, nee, doe ik zo. Ik heb een granaat. Hoe vind je hem? Ik vind hem leuk. Ja, hoe vind je hem leuk? Oh nee, ik speel tegen Mothersmill. Oh, achter het. Ja, ik weet niet waar hij is nu. Hij ligt dan nog, dood. Ja, deze gast, die ligt hier nog dood. Ja. Ja, maar bijna. Lekker, team wipe. Lekker boys. Ik heb genoeg geld om Polish terug te halen, dus laten we dat doen. Ja, koop maar, want hier heerlijk verwarrend dat team wipe. Ik krijg team wipe hier ook, gewoon. Oh ja, daar kunnen we hem terughalen. Oh, ik ben nog niet die gast, het is 1 tegen 1 hier, dus. Oké, okay, laat me even weten, dan blijf ik even hier hangen. Ja, ik kom terug. Allright, bij ons ligt gelijk een 3-plate chest. Dus pak die even. Gebruiken. Ja, ik zie hem. Well, er zit hier zo'n vault. Ja? Huh? Ja, hij is best wel leuk, Buster. Maar dit is pas 4e potje, dus we moeten nog even kijken. Ja. Ik vond het echt een beetje een mix tussen de allereerste Warzone, die wij ook wel best wel veel gespeeld hebben met elkaar. Blackout bedoel je? De eerste Warzone. Oh, gewoon de eerste map bedoel je? Ja, hè, die waar jij nog in je voorstukje van je stream heb je nog die kill volgens mij vandaan met die... Met die nee, dat is Blackout. Ja? Dat is Blackout. Dat is geen Warzone. Nee, maar dat komt hij wel een beetje binnen de buurt, vind ik. Ja, dat zou een goed teken zijn, want dat is nog steeds mijn favoriet, man. Ja. Ik snap echt niet dat ze... Die villa's was ook zo'n vette plek om te landen bij Blackout. Ja, dat was een vaste plek, hè? Ja, maar dat was zo vet. Ik bedoel, gewoon al die villa's hadden 3 of meer verdiepingen. Of 2 of meer verdiepingen. En er was altijd shit te doen. Ik weet nog niet waar die plate shit lag. Maar goed. Hier, wacht even. Daar ergens, ja. Ik denk hier. Ja, shit verdwijnt hier ook gewoon. Oh, ja, ik ben er geland, maar het was weg toen ik landde, man. Oh, Spika heeft nog een 3-armen-test voor je liggen hier. Ja, ik kon echt praten. Weet niet, ik heb nog weinig gezien van een El Mazra-taart. Ja, ik heb ook nog niet het idee dat ik... hier ligt ook nog. Ja, dat zou het voor mij al een heel stuk beter maken. Maar oprecht, man, ik vond de Blackout map ook gewoon perfect. Weet je, dat tankstation onderaan die heuvel, weet je. Die was gewoon leuk. Stak goed in elkaar, hoor. Ook daar kon je al zwemmen in die map, net als hier. Wow, ik heb iets gepakt. Breach locked, safe cracker contract. Ah, zie je? Oké, 250 meter, 150 meter. Die is het dichtstbij, even kijken. Maar hoe maken we die open dan? Want ik heb geen boor bij me. Ik heb geen idee, maar dat zien we misschien omdat we nu die missie hebben opgepakt. Ja, ik wou zeggen. Maar dat het weer Midden-Oosten is dat niet vervelend? Had het op een andere ergens? Ja, het interesseert mij waar het is, joh. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Alleen is dat een moskee. Ja, weet je. Je ziet wat ronde torentjes in plaats van vierkanten, maar. Alright. Nou, het is me niet duidelijk, hoor. Oh, ja, plant C4. Oh, weg! Holy shit. Ja. Hebben we hem?
Nog een extra. Ja, man. Hell yeah! Lekker! Oh, ik kan nog een extra wapen bij me. Dat is wel vet dat je nu in je backpack gewoon 2 airstrikes of wat dan ook allemaal mee kan hebben. Je kan gewoon hoeveel plekje hebt. Hier een bom, droog. Armorbox, nee. Sammy, other rifle? Ik weet niet of iemand die wil, maar... Ja, ik... Lekker pieken. One safe remaining. Ik loop alvast naar die andere. Wat is het hoogste? 9. 9, oké. 9. Moet er een winnetje komen vanavond, hè? Gaan ze wel doen. Boven. Ja, boven. Schieten, 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 schieten. Gewoon schieten. Voor je eerste uit erop. We gaan er wel, we gaan er wel. Ja, ik ben down, jongens. Heel goed, Pika. Kut. Onder de brug, onder de brug zit ze, onder de brug. Ik zie ze nu aan de andere kant op de brug. Onder de brug, bij mij, bij mij. Achter die paal bij mij. Nou, kom naar mij toe. Ah, ik ga koosjes oplessen. Nee, ah, dat is... Kan dat als je dood bent überhaupt? Hij ligt nu gebukt. Je hebt nog iets op te gooien, hè? Je hebt nog iets op te gooien. Hij is aan, hij is aan. Ja, ik ben in de gulag, jongens. Oh, kijk uit, er komt daar is iemand geland, daar is iemand geland. Hij staat bij, kom hier onder de brug, kom hier onder de brug. Naar onder de brug toe, hè? Ik kan niet kruipen in het water. Oh. Want, ik heb physics nog. Ik kan alleen meedrijven. Ik kan wel die gast daar taggen. Nee, ik kan hem niet taggen. Nou, als jullie maar blijven leven, doen, jongens. Als je... Oh. Liggen er 2 daarboven op de heuvel. Paul, is je ook al dood? Oh, hij is gespeeld, hij is gefinished. Ben je zelf dood, Les, of heb je gefinished? Nee, ik ben uitge... Maar er zitten er 2 op de heuvel met sniper. Ja, Stijn had ze down met een airstrike. Hij had je in zijn feiten. Nou, maakt niet uit. Ik kan het weer kopen. Ik ben nog aan het rondrennen in de gulag, maar... Ja, dat duurt niet te lang. Ik denk wel dat ze dat er heel snel gaan uithalen, dat dubbele gulag. Dat vind ik een beetje dom. Oh, ik vind het wel leuk, man. Ja? Ja, even een keer wat anders. Ja. 3, 2, 1, waiting opponent staat er nog. 0. Release from gulag! No opponents found! Nou, ik haal van deze gulag. Hele verbetering. Ik heb ook nog 100%. Ik drop bij je, Pika. Wat zei je? Ik drop bij je. Heb jij een loadout gemaakt of hoe werkt dat? Je moet dat loadout gemaakt. Nee, die komt gewoon zelf. Je kan geen loadout kopen. Loadout zaak bestellen. Ik heb wel wapens nodig inderdaad, ja. Heb je monies voor mijn eigen loadout of zo? Nee, je kan geen loadout kopen. Dat kan niet. Oké, weird. Kijk, als je hier kijken, dan kan je geen loadout kopen. Yo! Primary weapons. 5000. Ja, jawel. Ik kan mijn Dragonfly voor 5000 halen, hoor. M4. Dan Er liggen wapens, Koos. Zijn er wat gekocht? Even kijken. Ja, kan je dat wapen pakken? Ja, even kijken. Dan ik ook even wat kogels. Hier, alsjeblieft. Ja, thanks. Ja, en meer krijg je niet. Het voelt wel als een... Oh. Nee, het is 180, is meer dan genoeg. Pak ik heb nog wapen bij extra. Drop ik wel voor Les. Ik moet meer voor een assault rifle op een gegeven moment vinden. Les, heb je een wapen nodig? Want ik heb hier een wapen voor je. Ja, wacht. Ik hoorde letterlijk volgens mij mensen. Ik heb het gekocht. Dat is mijn eigen lurid wapen. Les, mee. Hey, als je een vest ziet, tag het meteen, hè, want allebei Les en ik hebben hem niet meer. Ja, ik heb wapens. Hier, voor iemand een wapen. Ja. Goed wapen. Ja, wat is dat bij allemaal? Ik wil eigenlijk een rocket in die... Ah, Jonathan is met Cyberpunk begonnen. Ja man, dat is een hele lijpe game. Dat is echt een hele lijpe game. Zeker een lijpe game. Even kijken, Lachman, Kastoff. Juist. Die heb ik volgens mij nu ook al. Ik moet alleen kogels hebben, ik heb er maar 20. Van welke heb je nodig? Ja, AR, maar dat komt wel goed. Loadout dropping coming, jongens. Ja, die wil ik eigenlijk hebben, want daar zit mijn fucking Dragonfly in. Ja, het enige... Jammer is dat wel, Ja, nee, we hebben een break over. Gaan we nog die kluis proberen te klappen? Nee, dat is nog een minuut. Nee, dat gaan we niet meer redden.
lukken meer, denk ik. Ja, een minuut, dat is wel. Huh? Nou, we kunnen proberen, we kunnen leren. Wat was het verhaal? Heb jij nog gas om te leren? Ik moet oprecht eerst even vogels vinden. Oké, Pika en ik lopen op de ding af in ieder geval, dan weet je waar we zijn. Kijk, ik heb hier een hele kamer vol met kogels. Nou, we redden die safe nog wel, dus dan krijgen we ook wat extra money. Ik heb hier ook allemaal money en heel veel kogels. En de loadout drop zit ook in een verlengde weer. Al zullen daar wel mensen op afkomen. Ja, dat is 100 meter nog. We moeten wel opschieten, we hebben nog 26 seconden. Ik ga het niet redden, Pika. Jawel. Nee, denk het niet. Ja, gaan we redden. Nou, laat maar zien dan. Je hebt nog 15 seconden. Ja, laat maar zien, Pika. En jullie ver van mij, jongens. Nee, ik denk dat je niet gaat redden. 7, 6. Hij gaat het gewoon redden. Oh. Oh. Lekker. Hoppa, ring 25. Kijk, level up. Deze loaders gepakt, die zit bij die loaders gepakt, die zit bij de boot. Ik heb respect voor je, man. Ik zag het niet meer goed komen om heel eerlijk te zijn. Ik heb wel geschoten. Daar zit ze. Op 330. Daar. Okay, fuck it. Laten we het niet doen. Polis is er ook nog niet. Nou, ik ben nog aan het rennen naar jullie. Nou, daarom. Dus laten we het gewoon rustig gaan doen. Ja, ik ben bang dat hij hier links op die heuvel naast me in één keer. Ja, nee, maar daarom. Fuck die loadout, man. Daarom. Dus ik heb ook geen afstand. Nee, daarom. Fuck die loadout erop, Pika. We gaan iets anders doen. Met een drone met een bom. Laat hem ploffen. Oh, die dronebom dingen. Oh, dronebom. Hij heeft er een. Ja, Die zit ik heb hier nice wapens. Ja. Oh, schiet me de touwtering. Wat, aan mij? Ja. Alles even de kijkers op je stream zagen dat zijn. Ah, Siddo is er ook klaar voor, kijk. Met Siddo erbij, team compleet, gaan we een winnetje pakken, hoor. Die gaan we ook nog een win pakken. Ik heb het idee dat daar mensen zijn. Waar? Even kijken. Die ik daarboven heb getagd. Oh, er wordt geschoten. Ja. Willen we daarheen? Nee. Ik denk dat we redelijk goed zitten, man. Laten we in dat huisje een beetje blijven. Goed, ik kom naar jullie toe. Ja, dus je zit er mooi, Pika. Oh, kut. Oh mijn god, ik zit vast. Oké. Kijk, daarboven gebeurt aardig wat, hoor. Ik denk dat ik hier links de heuvel op ga. Zat hier ook nog. Dan kunnen we een beetje om dat cirkeltje heen draaien. Zo? Via deze kant? Zoiets. Maar die Poolse worst is wel aardig positief, hè? Hey. Ja. Wat doe je? Ja. Omdat ik elk potje gewoon nog kills maak. Behalve deze. Kijk. Ja, deze heb ik ook nog geen kill. Nee. Hey, maar je hoeft niet te killen om te winnen, hè? Nee hoor. Nee, dat hebben we al bewezen. Dat is een Game Kings review. De Halo Infinite co-op campaign staat nog niet online. Nee, die komt volgens mij zaterdag pas online. Ah ja. Maar ja, er is weinig te bespreken. Letterlijk niks werkt. Van goede tijd in ieder geval. Ja, nou, dat is ook een beetje de conclusie. En hopelijk gaat Forge toch een verandering brengen. Maar die ga ik niet oppakken. Kijk, ik zit hierboven. Laat maar even zien. Oh yo, level 10 ben ik alweer met deze. Oh, links naast mijn leaping off. Ik vind het nice dat je fucking je Modern Warfare 2 wapens levelt, man. Dat is natuurlijk super fucking slim hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Blijf in dit huisje? Nou, dan. Ik denk dan dat het net je... niet genoeg is, hoor. Hier gaan zitten op mijn plaats, want anders zit je in de storm. Is dat boven? Pak je die boven? Ja, precies. Precies, laten we hier blijven. Laten we gewoon rustig blijven. Ik bedoel, het zijn er nog maar 32, hè? En dat is met ons, dat is 29. Ik hoop wel weer dat ze weer van die kleine mapjes ook erbij gaan doen, hoor. Net zoals bij de B-beurters, want dat vond ik wel heel fijn.
Nee, vind ik helemaal kut. Maar ik heb veel mensen die het wel vet vinden, inderdaad, ja. Maar ik ben niet een van die mensen. Nee, jij bent bijzonder. Ja, dat klopt. Dankjewel. Ik was trouwens de enige vader op de voorlichtingsavond met een Game Kings pet op. Dat zie je toch niet, hè? Ja, maar die zijn exclusief ook, hè? Ja. Ik zie mensen kijken, nou, wat voor pet heeft hij op? Oh, hier lopen club. Allemaal mensen beneden. Ja. Heb je geen herstel? Oh, zonde. Loop, ik heb... Dit wordt gratis skills. Skills, man. Lopen ze. Enemy here. Ja, maar nu heb je onze locatie weggegeven, man. Ik ben er niet heel erg blij mee. Oh, fuck. Want nu hoeven ze alleen deze kant op te kijken. Oh, nee. We moeten toch rennen. We moeten heel ver. Oh, kut. Ja, we moeten... Ja, maar dat bedoel ik. Nu weten ze waar we zitten en we moeten heel ver. Zie, je had niet moeten schieten, man. Sorry, hè. Ja, je moet niet naar die oude van je luisteren. We have the high ground. We have the high ground. Er zit hier volgens mij een polis. Pas op, pas op. Polis in het huis zitten. Volgens mij. Er snipt in het iemand. Oh shit. Only 25 left. Voorop. Keep up the good work. Nee, hij is al weg dan. Ja. Oké, okay, we hoeven ook niet zo heel ver meer trouwens, man. Nee. Valt wel mee. Kan ik deze self-revive nog kopen, denk je? Op het laatste moment kunnen we vliegen. Denk je dat ik deze self-revive nog kan kopen? Ja, ik ga hem eens meer. Heb je zelf een niet? Nee, heb ik niet. Nee, maar krijg je die ook open? Zit die ja, die kan je ook open. Nou, als hij... Je... Oh, je die kan... mensen beneden zijn lijp in gevecht. Nou, okay. Fuck, het is hier. Oh, ze hebben een paar seconden. Waar de fuck zit de self-revive? Kut. Ah, fuck, dat ging helemaal mis. Die is al op. Oké, okay, dit had ik niet moeten doen, dit was niet slim. Waarom mensen vragen om in je team te joinen? Oké, blijf langs de kant lopen, jongens. Blijf langs die cirkel lopen. Je kan gewoon in zo hoog mogelijk. Ja, hey, lazy boomer. Blijf langs die fucking shit lopen. Ik kan de gun pakken, die gouden gun, jongen, voor verder. Ik ga wel deze anders. Oh god, fuck, dit is kut. Kut. Hé, jullie hadden hier moeten blijven op de berg. Op de berg, jongens. Ik zit op de berg. Ik zit op de berg. Oh, nou, dat is best wel een goede plek. Hé, hey, Kian. Oh ja, daar komt hij wel. Ja. We kunnen het beste hier naar boven gaan, maar ik weet... Maar misschien zitten hier al mensen. Ja, we gaan er vanzelf achter komen, dus laten we rustig gaan. Er stort daar een helikopter nu, dus... Oh, we hoeven niet ver, we hoeven niet ver. Blijf gewoon langs deze kant lopen. Maar zeggen, loop... Zorg... Oké, okay, hier... Nog 13 andere, jongens. Hier bij de vangrail beneden, ons. Oké, okay, gewoon hierboven holden. Ja, hierboven. Ik wou net zeggen, vooral hierboven houden. Hier. Ah, fucking! Waar de fuck zit hij? Links, waar? Daar. Nee, Les! Ja, Les is down. Ik heb ze getagd. Daar zit ook één in het huisje. Koos oh shit, ja, ik zie hem. Maar ook beneden, onder jullie. Hij zit op mij te mikken. Ik zag namelijk hij schiet op een andere squad nu. Een dingenflash. Nou, dit is mijn kut. Oh, hij loopt niet helemaal. Maar ik snap niet dat jij zo snel down was. Was hij je nog aan het killen ofzo? Oké. Ik kon niet eens naar je toe lopen. Ik was instant dood. Waar zit hij? Waar zit hij? Mijn hele game sluit nu al. Oh, daar. Was je gebaasd, Smiley? Ik zei welkom, Kaya. Welkom, jongen. Zit er nog eentje links daarvan? Zit echt vast, Koos. Zit echt vast. Hè? Huh? Zit echt vast. Ja, klopt. Maar ja, we moeten. Kan je blijven liggen nog? Kan je blijven liggen? Wat een kutwapen is dit, zeg. Ik ga hier achter deze boom. Ja. Zij zit eigenlijk niet. Zit er dan niet meer? Zijn er onder gegaan? Oh, Koos, kom hier, kom. Ze zijn hier naar onder gegaan, dus we kunnen ze van naar boven beschieten. Pak hem. Kijk. Eentje is down. Kijk, go. Hier, boven. Geen steen hier. Die granaat hebben.
En voor je, die is op het huisje op het dak, op het dak, op het dak, op het dak. Die man! Die zit volgens mij op het dak. Maar je bent nu in de ogen, Pieter. Ja, alles gaat goed, Kai, alles gaat goed. Wat moet ook met jou, jongen? Oké, okay, let's go, let's go. Kijk de hartslag ook ineens. 120. Oh. Je hebt hartslag mee. Ik ga hier achter deze boom zitten hier. Ja, ik ga met je mee. Bas, dankjewel voor de resub. Appreciate it. 2-2. Wel terug op dit Seagull en ik hoop dat je snel beter bent, jongen. Ja, maar ze zitten in het huis hier, dat is kut. 2-2. Gaan we hier op, hier naar boven. Nee, ik ga met je mee. Ja. Lekker boys, lekker. Dan hebben we een koffer en we zitten boven. Heb jij nog iets van granaat? Ik heb niks meer. Als we hebben, dan... Eentje dan! Lekker! Ja, Waar is die andere? Oh, yes! Yes! Ja. Woe! Woe! Yes, jongens! Lekker! Oi. Lekker! Eerste winnetje! Hoppa! We hebben er even op moeten wachten! Ja. Lekker hoor! Ik heb hem wel bij mij ook mee. Wat een kill en headshot! Een groot terecht. Zeer terecht. Knockdown, got back up again. Ik ben zeker een survivor. Ik ben een kakkelak. Boom! En een hartslag van 121 inderdaad, ja. Oei. Ja, de hele game sloot bij mij af na een error of zo. Maar heb je wel de Magic XP en de placement bonus en al die shit? Nee, natuurlijk niet. Oh, lelijk. Daarom, dat telt allemaal niet mee, die win nu. Ah, dat is wel lelijk, man. Nou, maakt niet uit. Ik heb gewoon een win. Maar zie je hoe lijp dat is? Je bent niks aan het doen. Je loopt gewoon de heuvel af. En mijn hartslag was echt 120 al. En nu is het weer 30. Ja, nu is het weer een beetje chill geworden. Ik moet dan wel een... Bonus krijgt de win niet, natuurlijk. Nee. Ja, maakt mij niet uit.